binnen. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt natuurlijk goed. Zeker tegen de oude club. Waardoor je weer extra gemotiveerd bent om te winnen. En dat hebben we vandaag ook gedaan met goed spel. Zeker in de eerste helft. In de tweede helft wat minder, maar we hebben het volgehouden om de overwinning te pakken. Ja, je zei het al, Donau Groningen is je oude club. Hoe speel je zo'n wedstrijd dan? Nou, je leeft naar zo'n wedstrijd toe. Het is vanaf dat ik hierheen kom al duidelijk natuurlijk dat we hier tegen spelen. En ik had er heel veel zin in. Ik was extra gemotiveerd en ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. En hoe vind je de sfeer hier in de Maaspedal? Ja, ik vind het top. Het is gezellig hier. Iedereen is aardig en vindt het allemaal leuk. Dus ik voel me hier wel thuis. Succes rest van het seizoen. Dankjewel. Nou, Marcel, je hebt in het begin van het seizoen gezegd van dit is je laatste seizoen. En dan kom je het veld in en dan maak je eigenlijk nog steeds zo'n impact. Hoe doe je dat toch? Ja, ik heb niet helemaal gezegd het is mijn laatste seizoen. Zo is het wel naar buiten gekomen. Maar ik heb het gewoon voor een jaar verlengd en daarna zien we wel weer verder. Ja, ik wou nog zeggen, hoe moeilijk is zo'n keus dan voor je? Om te zeggen van dit is mijn laatste seizoen. Aangezien het toch de sport is die je al jaren met liefde doet. Nee, dat klopt. Dus daarom, ik heb het niet zo zwart-wit gezegd. Ik vind het gewoon nog heel leuk om te doen en ik ben blij dat ik er weer bij ben. En hoe vond je de wedstrijd gaan? Ja, goed. Ik bedoel, we hebben eigenlijk de hele wedstrijd gecontroleerd, dus ook niet klagen. Succes nog dit seizoen. Nou, dankjewel. Sam, proficiat. Eerste prijs binnen. Ja, dankjewel. Ja, de first prize. As I said in the newspaper and all week to my guys, we're going to treat this like our last preseason game. So it's nice to win in the cup, but it was also good to check some things, both offensively and defensively. Ja, het is een vrij nieuw team. Hoe vond je de eerste wedstrijden gaan zo? It went okay. We kept our onze afspraken, especially in the defense, the first three quarters. I'm not pleased at all with the 31 points they scored in the fourth quarter. It's something that we definitely have to talk about because I want to stay consistent throughout the whole game, regardless if we're 10 points for 15.4, we moeten gewoon constant blijven spelen. And this is something we have to work on. Ja, en toch kwam je in het vierde kwart wel op de 20 punten voorsprong. Yeah, and then you can say Groningen start playing all or nothing there for a while. So they made some shots there, but I still would like our defense to be consistent throughout the whole four quarters. But credit to my guys, they came out focused. They played very hard, I'm proud of them. Het team was vandaag volledig Nederlands. Wat zegt dit over het Nederlands basketbal? Hopefully it says a lot. We're on a mission this year. We really want to prove that Dutch basketball is on the map. We want to prove that here with a top team in Holland, playing with mostly Dutch guys, if not all Dutch guys the first couple of weeks here. So hopefully this is the step forward to some positive reactions in Holland. Het zou wel mooi zijn als je met een Nederlands team kampioen kan worden dit jaar, hè? That's a long ways away from now. I'm not even thinking about a championship. I'm thinking about Tuesday's practice. How can I evaluate this fourth quarter and how can we get better? Dankjewel. Ja, bedankt.